als je als ondernemer een video maar één keer kunt opnemen, zoals bijvoorbeeld een interviewvideo. Waar moet je dan absoluut rekening mee houden? In deze video het antwoord aan de hand van een praktisch voorbeeld. Hoi, mijn naam is Theo de Klein en ik help ondernemers met videomarketing. In deze video dus antwoord op de vraag waar je als ondernemer absoluut rekening mee moet houden als je een video maakt die je geen tweede keer opnieuw kunt doen. Ik leg het uit aan de hand van een praktisch voorbeeld. Dus laten we snel beginnen. Vorige week maandag gaf ik de praktische workshop videomarketing. En na afloop van de workshop interviewde ik enkele deelnemers en vroeg hun naar hun ervaring. Als laatste interviewde ik Ron. En bij Ron moest ik de camera wat hoger zetten, de videocamera. En voor de interview gebruikte ik deze externe microfoon, dat is een richtmicrofoon. En deze richtmicrofoon is via dit kabeltje aangesloten op de videocamera. Nou, omdat ik bij Ron de videocamera iets hoger moest zetten, is het kabeltje wat losgeraakt. Dus die is iets uit de aansluiting gekomen. En doordat deze microfoon dus iets los is geraakt, is het geluid wat krakerig opgenomen. En dat is jammer, want Ron had een hele leuke videoreview. Maar ja, nu heb ik dus het zo moeten knippen dat alleen de niet krakerige stukken te horen zijn. Wil je de videoreview nakijken, dan kan dat. Klik dan even op deze video. Ik had de krakerige videoopname kunnen voorkomen door te werken met een hoofdtelefoon en die hoofdtelefoon aan te sluiten op mijn videocamera. Doordat ik dan tijdens de opname luister wat er gezegd wordt, kan ik dus het geluid monitoren en weet ik zeker dat het geluid er goed op staat. Uiteraard moet voor deze optie je videocamera uitgerust zijn met een aansluiting voor een hoofdtelefoon. Heeft die videocamera geen aansluiting voor een hoofdtelefoon, dan kun je als alternatief een externe voice recorder gebruiken, bijvoorbeeld van Zoom. En dan kun je je hoofdtelefoon inpluggen op die externe voice recorder. Als je een videoopname maar één keer kunt doen, is het dus belangrijk om tijdens de videoopname het geluid te monitoren door middel van een hoofdtelefoon. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze video? Laat jouw vraag dan in het reactieveld onder deze video even achter en ik beantwoord jouw vraag zo spoedig mogelijk. Als je deze video waardevol vindt, geef hem even een duimpje omhoog. En tot slot, download hem gratis als je aan de slag wilt met videomarketing voor je bedrijf. Het gratis e-boekje 10 videomarketing tips voor beginners. Ik wens je tot slot nog een hele fijne dag toe. Heb je nog een vraag naar aanleiding van deze video? Geef dan even een duimpje. Heb je nog een vraag naar aanleiding van deze video?